Moet jij dalk een moeilijke besluit nemen? Ik deel graag een paar riglijnen wat mij in die verlede gehelp het. In de eerste plek, bid oprecht en ernstig oor die saak. Praat met die Here oor die besluit, voordat je nog eerst met mensen daarover praat. In die tweede plek, maak die Bijbel jouw GPS, jouw handleiding. Ja, natuurlijk is die Bijbel niet een handboek wat voor ons antwoorden op hedendaagse vraagjes, soos wanneer moet jouw kind een selfoon kry nie. Maar die Bijbel geeft ons wonderlijke riglijnen van hoe ons moet leef. Gebruik jouw verstand. Die Here het jou na sy beeld geskep. En die enigste besluit wat hy nie wil hê jy moet maak nie, is dat jy moet sondig. Klankbord jou besluit met geestelike mentors. Salomo het gesê, die wat met wijsheid omgaan, kry self wijsheid. Ek vra ook een paar vrae vir myself, soos, gaan hierdie besluit God eer? Gaan dit iemand seer maak? Gaan dit eenheid bewerkstellig? Hoe gaan ek oor hierdie besluit voel wanneer ek op my sterfbed lê? Ek bid vir jou vir hierdie moeilike besluit. Mag die Here vir jou vrede gee wat verstand te boven gaan oor die regte keuses.